even terug kunt kijken. En dan kan je het uiteraard ook af en toe even stilzetten om dingen in je eigen administratie uit te proberen. Je kunt ook vragen stellen via de chat. Mijn collega's gaan je direct antwoord geven. Heb je nou iets wat echt heel specifiek voor jouw bedrijf is, dan is het handig om dat niet nu in de chat te doen, maar om gewoon na afloop even te bellen met de helpdesk of even een mail naar ons te sturen. En dan helpen we je graag verder met jouw specifieke vraag. Voor we echt gaan beginnen, nog één vraag aan jullie. En dat is, zou je kunnen aangeven even in de chat in welke branche je werkzaam bent of wat voor soort bedrijf je hebt? Hou ik nu heel even mijn mond, zodat je kan gaan typen. Nou, ik denk dat het wel gelukt is met het typen. Dan, voordat we echt Jort ingaan, ga ik eerst met jullie even kijken naar de visie van Jort. Dat heb ik in de eerdere webinars ook gedaan, maar in dit webinar doe ik dat wat uitgebreider. Omdat we ervan overtuigd zijn, als je weet wat onze visie is en hoe we tot Jort zijn gekomen, je ook beter begrijpt hoe Jort werkt en waarom Jort doet wat hij doet. Nou, wat is onze visie? Onze visie is eigenlijk heel simpel. Jort is een boekhoudprogramma dat de boekhouding voor je doet. En dat voor je doet is heel belangrijk. Wij willen niet dat het zomaar een boekhoudprogramma is, maar Jort wil je echt werk uit handen nemen. Gaat dingen voor jou doen, zodat jij er minder tijd kwijt bent aan je boekhouding. Waardoor je tijd hebt om gewoon de dingen te doen waar jij goed in bent. Jort is ook echt bedoeld voor ondernemers zoals jij, die gewoon een real-time inzicht in hun administratie willen en die de cijfers willen begrijpen van hun bedrijf. In Jort zul je dus ook geen vreemde dingen lezen als activa, passiva, debiteuren, crediteuren. In Jort praten we gewoon jouw taal. En in Jort lees je dus gewoon openstaande facturen van klanten of nog te betalen betalen facturen van leveranciers. Zodat je gewoon direct snapt waar je naar kijkt en wat het betekent. En wat we vooral willen is je werk uit handen nemen bij Jort. Nou, hoe gaan we dat doen? Ik wil je even terugnemen in de tijd. Als je kijkt naar wanneer het boekhouden is uitgevonden, dan is dat ooit gebeurd door een monnik die dat in 1500 al heeft bedacht. En die traditionele manier van boekhouden wordt eigenlijk nog steeds gebruikt in de meeste boekhoudprogramma's. En als ik heel kort door de bocht raak, komt het erop neer dat je eigenlijk zowel aan de linkerkant iets boekt als aan de rechterkant van een balans. Dus eigenlijk doe je het twee keer. En daarnaast heb je altijd nog dat je nooit helemaal zelf je boekhouding kunt afronden. Je hebt altijd nog de hulp van een boekhouder nodig. Als deze pakketten willen automatiseren of het sneller willen gaan doen, optimaliseren, dan kunnen zij steeds kleine stukjes van dat proces versnellen. Nou, en dat is wat ik hier probeer uit te leggen in van A naar B. Kleine stukjes proces geautomatiseerd, uiteindelijk nog de boekhouder nodig voordat je je einddoel bereikt, bijvoorbeeld een jaarrekening. Nou, bij Jort zijn we niet van deze traditionele manier uitgegaan, maar hebben het rigoureus anders aangepakt. Wij willen dat jij zo snel mogelijk van A naar B komt. Dit dus. En hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? We hebben gekeken naar waarom je nu eigenlijk die boekhouding doet. En die boekhouding doe je in onze ogen omdat je uiteindelijk BTW-aangifte en belastingaangifte gaat doen. En die BTW en belastingaangifte zijn eigenlijk voor elke onderneming gelijk. Maakt niet uit of jij een Shell bent of een eenmanszaak. Dit is altijd het eind van je boekhouding. Van daaruit is Jort gaan kijken naar het beginpunt. En daarvoor hebben wij jou bij- en afschrijvingen genomen. Ondernemers zeggen vaak, ja, maar ik ben geen boekhouder. Ja, inderdaad, maar jij als ondernemer kan uitstekend uitleggen wat er op je bankrekening gebeurt. He, waarom heb je geld bijgekregen? Waar heb je je geld aan uitgegeven? En door die bij- en afschrijvingen gewoon als beginpunt te nemen, kan je in Jort heel eenvoudig zelf je boekhouding doen. Je gaat inboeken. Je gaat dus even aangeven waarom je geld hebt gekregen en waar je het aan hebt uitgegeven. En zo ontstaat je BTW-aangifte. En dat doe je nog een paar keer. En aan het eind van het jaar ontstaat op die manier ook keurig jaarrekening
en je belastingaangifte. En zo heb je het helemaal zelf in de hand. En Jort probeert dit proces zo snel en efficiënt mogelijk voor je te maken. Nou, wat ik nu net geschetst heb, klinkt misschien niet zo heel anders dat die andere pakketten het doen, maar het is echt fundamenteel anders. En daarom nog een kleine toelichting hierop. Als je nou de traditionele methode van boekhouden bekijkt om van A naar B te komen, als volgt. Dan kan je dit proces versnellen door de koets wat mooier te maken of er een paard voor te zetten. Of misschien nog wat meer paarden en wat snellere bandjes. Uiteindelijk kan dat proces niet sneller dan dat dat paard gaat. Dat is gewoon de max. Bij Jort hebben we het einddoel als, eigenlijk als beginpunt genomen en konden in een rechte lijn daar naartoe werken. En je kunt dus ook op een andere manier van A naar B. Bijvoorbeeld met een elektrische auto. En dat is zoals wij Jort zien. Jort is de elektrische auto van de boekhoudwereld. En ik zou zeggen, stap in en gebruik zijn mogelijkheden. Zo zit er in Jort een boekhouder, die wij boekhouder Jort hebben genoemd, die al heel veel boekingen voor je kan maken. Het is eigenlijk een soort boekrobot. Hij maakt al zo'n 400 standaard boekingen voor je. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld BTW die je betaalt aan de Belastingdienst, telefoonkosten, inkopen bij grote algemeen bekende bedrijven. Al dat soort boekingen hebben we boekhouder Jort al geleerd. En aan de hand van jouw banktransactie herkent boekhouder Jort wat het is en weet hij hoe hij het in moet boeken. Daarnaast heb je natuurlijk in je bedrijf ook heel veel dingen die specifiek voor jouw bedrijf zijn. Je koopt in bij bepaalde leveranciers waar maar een paar bedrijven inkopen. Je tankt bij een tankstation bij jou om de hoek die niet algemeen bekend is. Ook dit soort boekingen kun je Jort leren. En daarvoor gebruiken wij wat we dan noemen de zogenaamde eigen regels. En door boekhouder Jort deze te leren, kan hij dus ook jouw eigen dingen doen. Nou, dit klinkt misschien nog wat abstract voor je. Ik ga je zo direct in Jort laten zien hoe Jort dat precies doet. Wat belangrijk is dus ook om even te realiseren, boekhouder Jort is dus een computer. En boekhouder Jort boekt dus heel consequent en altijd op dezelfde manier en maakt geen fouten. Dat in tegenstelling tot de mens, die eigenlijk altijd wel een foutje maakt. Jort is gewoon sneller en preciezer. En dit proces van A naar B heeft Jort bijna helemaal al geautomatiseerd. We zijn er nog niet helemaal, maar we werken keihard om ook die laatste stukjes helemaal te automatiseren. Zodat we je nog meer uit handen kunnen gaan nemen. Nou, wat ga ik je laten zien in dit webinar? Eigenlijk wat boekhouder Jort voor je kan gaan doen. Dus laat boekhouder Jort je boekingen maken. Laat hem je helpen om de bonnen aan de juiste boekingen te koppelen. Laat hem je helpen bij het afschrijven van je bedrijfsmiddelen. Hoe je je BTW-aangifte kan doen. Hoe boekhouder Jort je kan helpen om je boekingen te filteren. En uiteindelijk ook hoe de jaarrekening in Jort eruit ziet. Kortom, we hebben heel wat punten te bespreken, dus laten we snel naar Jort gaan. Dan ga ik even splitsen. En naar Jort. Ik zal hem nog ietsje groter maken, dan kun je het nog wat beter zien. Nou, dit is Jort. Als we beginnen, jullie kennen natuurlijk allemaal Jort, dus een beetje flauwekul nu. Voordat je een account in Jort aanmaakt, dan gaat Jort je een aantal vragen stellen. We willen graag weten of je personeel in dienst hebt, of je een auto van de zaak hebt, wat je rechtsvorm is. Nou, ik heb al eerder gezegd, wij vragen deze dingen niet voor de statistiek, omdat we dat zo leuk vinden, maar we vragen deze dingen om Jort precies bij jou aan te laten sluiten. Zodat alles wat jij in Jort tegenkomt ook echt van toepassing is op jouw bedrijf. Heb je geen personeel in dienst? Dan vind je dus ook geen rubrieken of categorieën waarop je je lonen kunt boeken. Want je hebt immers geen personeel. Ik ga dit webinar doen aan de hand van HoutBV. We hebben gekozen voor een BV omdat dat net wat lastiger is dan een eenmanszaak. Zodat je ook kunt zien dat je uitstekend voor een BV gewoon met Jort je boekhouding kan doen. We gaan erin. Als je je bankrekening aan Jort gekoppeld hebt. Ik moet even hier wat nog doen, sorry.
Als je je bankrekening met Jort gekoppeld hebt, dan worden 's nachts je bij- en afschrijvingen in Jort gezet. En die plaatst Jort uiteindelijk bij nog te doen. Het is altijd slim om, voordat je zelf aan het boeken gaat, even te kijken wat boekhouder Jort al voor je heeft gedaan. Zoals ik net al uitlegde, die kan al heel veel boekingen voor je maken. Boekhouder Jort vind je hier aan de linkerkant. En daar klikken we nu even op. Dan wellicht moet je iets naar beneden scrollen. Dan vind je hier wat boekhouder Jort de afgelopen 30 dagen voor jou heeft gedaan. Nou, wat kan boekhouder Jort? Hij kan jouw facturen op betaald zetten. In dit geval zitten er geen facturen in, dus heeft hij dat niet gedaan. Maar als het bedrag klopt en het factuurnummer wordt in de banktransactie gezet, zet Jort automatisch jouw facturen op betaald. Dus het is heel zinvol om gewoon ook met Jort je facturen te maken, omdat daarmee ook die hele afhandeling door Jort voor je wordt overgenomen. Nou, dan zie je hierboven dat hij al 89 boekingen voor je heeft gemaakt. Op alles wat blauw is in Jort kun je klikken. Dus laten we eens kijken wat hij voor ons gedaan heeft. Er wordt dan een nieuw paneel geopend. En hier staat precies alles wat boekhouder Jort voor jou gedaan heeft. Nou, laten we er eens doorheen lopen. Ik zie dat hij je abonnement op Microsoft geboekt heeft, op kantoorkosten. Hij heeft de loonbelasting geboekt. En dit is een interessante, dus die open ik even. En dan kun je zien dat de boeking gemaakt is door boekhouder Jort. Dat is altijd handig om even te bekijken. En je ziet nu dat hij automatisch de leverdatum op een maand eerder zet. En zo is dat altijd bij loonbelasting. Die betaal je altijd achteraf. Dus als we even naar de banktransactie kijken, dan zie je dat het in mei betaald is. Maar we hebben boekhouder Jort geleerd, die betaling is eigenlijk voor april. En zo wordt het dus keurig geboekt. Nou, wat zit er nog meer bij? Verzekeringen. Ook handig om even te kijken. Dan zie je dat die keurig zonder btw geboekt worden, want verzekeringen hebben geen btw. Nou, wat hebben we nog meer? Reiskosten kan je voor je boeken. Oh, ik zie hier ook een leuke. Een betaling aan de postcode loterij. Nou, postcode loterij, dat zijn geen zakelijke kosten. Dus Jort boekt dit gewoon als, in dit geval, mijn rekening courant. Was het een eenmanszaak geweest, dan had hij dat dus geboekt op privéopname storting. Het zijn gewoon privékosten en geen zakelijke kosten. Nou, zoals ik al zei, het is erg verstandig om hier regelmatig doorheen te kijken. In vrijwel alle gevallen zal het kloppen wat boekhouder Jort doet. Maar soms kan het natuurlijk zo zijn dat je net dat ene bedrijf bent waar het niet klopt. Ben je bijvoorbeeld een grafisch ontwerper en koop je heel veel drukwerk in voor je klanten. Dan zullen wij dat drukwerk, als je dat bij een grote partij inkoopt, bijvoorbeeld drukwerkdeal, waarschijnlijk boeken op kantoorkosten. En in jouw geval zijn dat natuurlijk gewoon inkoopkosten. Nou, wat doe je dan? Ik heb zo'n boeking er niet bij staan, maar ik laat het je even zien aan de hand van deze boeking. Je kunt dan gewoon klikken op boekhouder Jort en je kunt dan zeggen dat hij deze regel voor je uit moet zetten. En op dat moment gaat hij dit niet meer voor je doen. Je kunt dan zelf een eigen regel aanmaken waarin je hem leert, ik wil gewoon dat je dit boekt op inkoop. Dus vandaar, altijd slim om even hier doorheen te lopen en te zien wat boekhouder Jort voor jou geboekt heeft. Nou, wat boekhouder Jort niet voor je kan boeken, dat moet je zelf gaan doen. En dat hebben we natuurlijk keurig overzichtelijk voor je bij elkaar gezet. En dat vind je bij nog te doen, de normale ingang in Jort. Alle boekingen die hij nog niet kent, nog niet voor je kan doen, die staan bij boek erbij en afschrijvingen. Daar klik je op en dan zie je de hele transactielijst. Het zijn er 21 in dit geval. Dus laten we die eens gaan inboeken. Nou, de bovenste is een betaling aan een restaurant. We kiezen voor maak een nieuwe boeking. Jort opent hem op een kostenboeking. En we veranderen dit in lunch, diner en representatiekosten. Nou, dit klopt allemaal. Dit heeft Jort al voor je ingevuld. Hij neemt ook de btw niet mee, want dat mag niet. En hij boekt al 26,5% als niet aftrekbare kosten. En dit percentage is afhankelijk ook weer van je rechtsvorm. En voor een BV is dat 26,5%. Je kiest opslaan en we hebben de boeking gemaakt. En nu komt het mooie. Nu gaat boekhouder Jortje vragen, zal ik voortaan altijd deze boeking voor je maken? Nou,
We hebben het over zo optimaal mogelijk gebruik van Yort. Dus ja, graag, want dan hoef ik dit niet meer zelf te doen. Zodra je hierop klikt, ga je aan de rechterkant een paneel zien waarin we je laten zien dat dit een eigen regel is die je kunt gebruiken als je een plus abonnement hebt. En daaronder staat hoe die regel in elkaar zit. Bovenaan de naam die we hem gegeven hebben. Die kun je ook wijzigen als je het handiger vindt om hem een andere naam te geven. Daaronder hoe Yort, waarop Yort baseert dat hij deze boeking moet gaan maken. In dit geval kijkt hij naar de bank bij een afschrijving. En kijkt hij naar de tegenrekening. Maar hij kan ook naar andere dingen in je banktransactie kijken. Vervolgens staat hieronder de actie die hij gaat doen. En dat is dat hij een boeking gaat maken op deze categorie. En hij zet de leverancier op leverancier uit Nederland. Je kunt ook bij actie nog allerlei andere dingen ingeven. Bijvoorbeeld of je wel of geen bon eraan wil. Je kan een ander btw-percentage ingeven als dat in jouw geval geldt. Kortom, je kunt zo'n boeking helemaal naar je eigen zin maken. En zeker als je veel categorieën zelf hebt toegevoegd in Yort, is het handig om echt met plus te gaan werken. En dan kan je namelijk al deze eigen regels precies zo maken dat Yort het echt op de juiste categorie die je zelf hebt aangemaakt, boekt. In dit geval kiezen we voor ga naar activeren. En Yort laat zien dat hij nog een banktransactie heeft gevonden in dit bankbestand, die hij dan ook gelijk inboekt. En we kiezen activeren en boeken in. En hij gaat hem boeken. Dan gaan we weer terug naar nog te doen. En gaan we de volgende inboeken. In dit geval betalen we loon. We kiezen weer voor nieuwe boeking. We zetten deze op lonen. De rest vult Yort alweer voor je in en slaan hem weer op. En ook hier zeggen we weer, ja graag, maak voor mij die boeking. Je ziet weer wat hij precies doet. En hieronder klik je weer op ga naar activeren. In dit geval zitten er nog 8 bij een afschrijving in, die hij ook gelijk voor ons inboekt. Dus klaar is Kees. Gaan we weer even naar nog te doen. Dan hebben we een opbrengstenboeking van een management fee van een andere BV. Ook daar kiezen we weer voor nieuwe boeking. Je ziet dat hij nu ook automatisch een opbrengstenboeking opent. We zetten hem op diverse omzet, dat is goed. De rest heeft hij alles voor ons ingevuld. We kiezen weer opslaan. En ook dit willen we graag dat hij dat in de toekomst gaat doen. We activeren hem weer. We zien welke bij- en afschriften er nog meer op deze manier geboekt worden. En we kiezen weer activeer en boek in. Gaan we weer terug naar nog te doen. Nou, deze zullen zo verdwijnen. We zien dan onze boekhouder hard bezig hieronder. En dan zie ik er nog één staan. Coolblue. Dan realiseer me dat ik net iets vergeten heb te laten zien. Er zit bij de standaardregels ook een regel voor Coolblue. Waar we die automatisch mee boeken. Maar in dit geval gaat het om een dusdanig groot bedrag dat we die niet laten boeken. Dus we hebben een regel ingesteld waar we boekhouder Yort geleerd hebben. Je mag tot €450 mag je het inboeken op kantoorkosten. Komt het daarboven, dan mag je het niet meer inboeken. En dat doet hij dus ook niet. Dus deze moeten we even zelf inboeken. Dus we kiezen weer voor maak een nieuwe boeking. We gaan hier uiteindelijk een bedrijfsmiddel voor aanmaken. Dat is de reden waarom boekhouder Yort hem niet voor ons inboekt. Zodat jij deze nog even ziet, deze banktransactie. En daarom, omdat het een bedrijfsmiddel wordt, zetten we dit op andere kosten. De omschrijving staat hier al. Dit klopt allemaal. BTW klopt. En we slaan hem op. Nou, we hebben nu het hele rijtje klaar. En je ziet inmiddels dat boekhouder Yort de andere ook weggewerkt heeft. En we gaan nu een nieuw bankbestand aan boekhouder Yort toevoegen. Even kijken. Dat is niet wat ik zocht. Deze moeten we hebben. Zo. Je ziet dat het bankbestand geüpload wordt. En Yort zet het bij nog te doen. En Yort gaat gelijk weer aan het wegwerken van de bij- en afschrijvingen die hij al weg kan werken. En dit laat heel duidelijk zien wat boekhouder Yort dus allemaal voor je doet. Laat hem ook altijd eerst even zelf boeken.
mooie is dat op dit moment 's nachts erbij en afschrijvingen in Jort komen. Waardoor boekhouder Jort gelijk aan de slag kan. Hij werkt eigenlijk tussen alle andere taken die hij heeft door. Dus soms kan het even duren voordat hij zijn boekingen gemaakt heeft. Maar uiteindelijk maakt hij ze allemaal. Dus het is handig om gewoon even te wachten. Het is vandaag maandag, dat is gewoon een drukke dag. En dan zie je dat het soms wat langer duurt voordat boekhouder Jort de dingen inboekt. Laten we even kijken wat voor dingen het zijn. Nou, dat zijn allemaal dingen die hij dus voor ons straks gaat inboeken. En zoals je ziet, hij heeft ze nu al bijna allemaal weggewerkt. Dit laat ook zien dat hoe meer jij doet via je bankrekeningen, hoe meer boekhouder Jort voor je kan doen. Betaal je ook nog dingen privé of heb je bijvoorbeeld een creditcard, dan heb je er gewoon heel veel zelf werk nog zelf aan, omdat je deze boekingen gewoon zelf moet maken. Dus ik zou zeggen, gebruik vooral je bankrekening en laat boekhouder Jort het werk voor je doen. Want dan ben je in no time eigenlijk klaar. Wat ook belangrijk is, als je zelf eigen regels maakt, is dat ze natuurlijk wel goed zijn. Want leer je hem boekhouder Jort om hem verkeerd te maken, dan gaat hij dus voortaan altijd die verkeerde boeking maken. Ik ga je aan het eind van het webinar ook nog laten zien, als je een foutje maakt, hoe je ook in één keer zo'n hele categorie zeg maar kan wijzigen. Voor nu wil ik zeggen dat het altijd verstandig is om even in de help te kijken. Daar zit een artikeltje dat heet op de juiste categorie boeken. Als ik dat hier intyp, dan gaat Jort zoeken en dan vind je gelijk dat artikeltje. Als je dit leest, hier staan gewoon precies alle categorieën zoals de Belastingdienst die heeft gedefinieerd en zoals ze in Jort staan. En hier staat ook precies welke, vooral kosten, onder welke dingen vallen. Dus lees het een keer door. En heb je daarna nog twijfel je over dingen, weet je waar je het categorie, waar je het artikeltje kunt vinden. En kom je er dan nog niet uit, nou, dan mag je ons altijd een e-mail sturen of even bellen. Ik zal eens even kijken of boekhouder Jort nu klaar is. Nou, bijna. Ik denk dat het duidelijk is. En je zult straks zien dat hij gewoon ook deze laatste keurig wegwerkt. Tot zover het stukje hoe boekhouder Jort je kan helpen bij het boeken van je al je bij- en afschrijvingen. En dan wil ik eigenlijk doorgaan met het tweede punt in dit stukje. En dat is hoe Jort je kan helpen om een bon aan de juiste boeking te koppelen. Nou, eerst moet Jort natuurlijk die bonnen van je krijgen. En er zijn verschillende manieren om een bon in Jort te zetten. Je kunt het doen via deze knop uploaden. Als je daarop klikt, dan zie je dat je bonnetje kan toevoegen. Ga je naar map op je computer en kan je ze gelijk selecteren. Maar er zijn ook nog twee andere manieren. Eentje is de Jort Inbox. En die vind je als je op instellingen klikt en hier op Jort Inbox. Hier kun je zelf een e-mailadres aanmaken. Ik kies even voor hout. En als je bijvoorbeeld een factuur van een leverancier gewoon naar jouw e-mail gestuurd krijgt en die factuur hangt er als een PDF aan, dan kan jij dat hele e-mailtje doorsturen naar de Jort Inbox. Wat er dan gebeurt is dat Jort het e-mailtje eraf gooit en de PDF voor je bewaart in de inbox. En de inbox in Jort zit aan de linkerkant onderaan. Daar verzamelt Jort al jouw bonnen en facturen die je in Jort zet. Dus dit is een hele handige en ik zou hem zeker ook even aanmaken. Dan is er nog een laatste manier en dat is met een smartphone. Je kan heel eenvoudig onze scan-app op je telefoon zetten. Heb jij benzine getankt, heb je een auto van de zaak, dan heb je die bon nodig voor je administratie. In de auto leg je die bon op je knie, je maakt snel een foto met je camera en je verzendt hem naar Jort. En hij zit gelijk in je inbox, maakt niet meer uit of je hem nog kwijtraakt, je hebt hem gewoon. Dus op deze drie manieren kun jij je bonnen in Jort krijgen. Dan staan die bonnen in de inbox. En zoals je ziet, zegt Jort ook nog, hij staat er meerdere keren in. Dus dat is ook handig. Nou, in dit geval hebben we natuurlijk maar één keer nodig. Dus we verwijderen er eentje vast. En Jort kan je helpen om deze bon in de goede boeking te krijgen. Ons advies is ook, ga eerst echt die bij- en afschrijvingen allemaal inboeken. En laat de bonnen de bonnen.
En ga gewoon pas nadat je dat hebt gedaan, de bonnen aan de juiste boeking toevoegen. Nou, dat doe je als volgt. Je kan er zo overheen, maar het is makkelijker om er gewoon op te klikken. Dan wordt de hele factuur groter. En ik kijk dan meestal eventjes naar het bedrag van de factuur en naar de datum. En dan kies ik hierboven voor koppel aan bestaande boeking. Nou, dan zie je hieronder alle boekingen staan die je hebt gemaakt waar nog geen bon in staat. Maar je kunt zoeken via dit zoekvenstertje. Typ je bijvoorbeeld in Cool Blue. Dan ga je zien dat er maar liefst 3 boekingen in zitten van Cool Blue. Nog handiger is het om gewoon het bedrag in te typen. En dan gaat Jort precies die ene boeking voor je zoeken die je zocht. Je klikt hierop en je ziet de bon is verdwenen en zit nu keurig in je boeking. Dus op deze manier kan je heel snel al die bonnen in een boeking krijgen. Ik zeg wel eens door de telefoon ook, doe dat gewoon op een regenachtige avond als je echt niks te doen hebt. En in no time heb je ze allemaal in de juiste boeking zitten. Verder is het ook niet nodig om in elke boeking een bon te hebben. De Belastingdienst gaat ervan uit dat jouw boekhouding aannemelijk is. Ja, dat jij die naar waarheid doet. En ook dat als jij betaalt bijvoorbeeld aan een telefoonmaatschappij, jij een abonnement hebt bij die telefoonmaatschappij. Pas op het moment dat de Belastingdienst kan aantonen dat jij helemaal geen abonnement hebt, pas op dat moment hoef jij zo'n bon te laten zien. En dan kan je hem vaak eenvoudig ophalen bij je provider. Dus ja, hoeveel bonnen wil je in Jort hebben? Ook de bon van Jort zelf hoef je niet in je boeking voor de kosten van Jort te zetten. Want als jij op instellingen klikt en je gaat naar mijn abonnement, dan vind je daar een kopje waar al jouw facturen van Jort in staan. Dus op die manier heb je ook al alle bonnen van Jort in je administratie. En hoef je die er ook niet meer zelf aan toe te voegen. Nou, dan denk ik dat ik het bonnengedeelte ook wel uitgebreid heb uitgelegd en heb laten zien hoe dat moet. Wil ik even overgaan naar het stukje bedrijfsmiddelen. We zagen net, we hebben een computer gekocht en daar moeten we een bedrijfsmiddel voor aanmaken. Want de Belastingdienst zegt dat alles boven de €450 die jij uitgeeft en voor dingen die je in je bedrijf gebruikt en langer dan een jaar gaat gebruiken, daar moet je een bedrijfsmiddel voor aanmaken. Nou, in Jort doe je dat door hier aan de linkerkant op bedrijfsmiddelen te klikken. Je vindt dan dit scherm en je ziet hier plus bedrijfsmiddel staan. Nou, wij hebben net die computer gekocht, dus die ga ik even toevoegen. Het was een Mac. Ik heb hem in februari gekocht, 2019. En hij kostte toen €2000. Nou, over 5 jaar is dat ding niks meer waard. Dus de restwaarde laat ik op 0 staan. En de vermoedelijke gebruiksduur is 5 jaar. Je mag maximaal 20% per jaar afschrijven. Dus je zit eigenlijk altijd al aan die gebruiksduur van 5 jaar. Dan sla je hem op. En je ziet nu dat je een bedrijfsmiddel hebt aangemaakt. Had je al bedrijfsmiddelen voordat je met Jort begon, dan kan je die ook op deze manier gewoon in Jort zetten. Je geeft simpel aan wanneer je ze gekocht hebt en Jort berekent precies wat ze nog waard zijn op het moment dat je met Jort je boekhouding gaat doen. Je kunt hierop klikken en dan zie je ook precies in welke jaren Jort welk bedrag voor je gaat afschrijven. En dit neemt hij ook over natuurlijk in de verlies en winst en die vind je bij rapporten. Dus kijk ik hier op de winst en verlies en dan ga ik even terug naar 2019. Dan vind je hieronder bij de kosten keurig de automatische afschrijvingen. Dus in dit geval heeft hij er al 11 voor je afgeschreven. Daar kan je ook weer op klikken en dan zie je dat dat 10 keer onze computer is. Dus maak een bedrijfsmiddel aan en boekhouder Jort gaat keurig elke maand voor jou de afschrijving regelen. Zo simpel is het met Jort. Nou, dan komen we eigenlijk bij een van de dingen die ik net al genoemd heb. Waarom doe je je boekhouding? Nou, onder andere ook om btw-aangifte te doen. Dat gaat ook heel makkelijk. Jij boekt en boekhouder Jort haalt alle btw eruit uit alle boekingen die je gemaakt hebt en zet ze voor je klaar op het btw-aangiftepaneel. Hij herinnert je er ook aan dat je
btw-aangifte moet doen. En dat vind je bij nog te doen. Het is weer tijd om btw-aangifte te doen. En wat je dan doet is, je klikt op het btw-aangiftepaneel. Nou, in dit geval gaan we het tweede kwartaal 2019 indienen. Als je hierop klikt, dan wordt hier aan de rechterkant het paneel voor het tweede kwartaal 2019 gezet. Nou, even heel kort, hierboven staan je opbrengsten van de facturen en de boekingen die je voor opbrengsten hebt gemaakt. Bij 3 en 4 alles wat je naar het buitenland hebt gestuurd of van het buitenland hebt ontvangen. En bij 5b zet je de voorbelasting. Op alles wat blauw is kon je klikken, dus ook hier klik je op voorbelasting bijvoorbeeld. Zie je keurig staan uit welke boekingen dit allemaal opgebouwd is. En ook hier gelijk weer doorklikken en zelfs eventueel zo'n boeking wijzigen, mocht je een foutje zien. Onderaan dit paneel kom je op het stappenplan om inderdaad met Jort in één keer die btw-aangifte te kunnen doen. Als eerste kun je zien dat je inderdaad btw-aangifte kan doen. Zou je nu bijvoorbeeld voor het eerste kwartaal 2021 je btw willen doen, dan lukt dat niet, omdat dit allemaal dan nog grijs is. Het tweede wat je tegenkomt is de controle die boekhouder Jort voor je doet. In dit geval is hij keurig groen en zie je dat hij op deze punten alles gecontroleerd heeft. Dus ik heb al mijn conceptboekingen erin, geen conceptfacturen, al mijn bij- en afschrijvingen ingeboekt. En dan kan ik rustig door naar de btw-periode afsluiten. En hiermee sluit ik hem echt af. Door een periode af te sluiten, kan er niet meer in die periode geboekt worden. Ga je eventueel later nog wijzigingen aanbrengen, dan worden die meegenomen in een van het eerstvolgende kwartaal wat open staat. Tot 1000 euro kan je dat gewoon doen. En is dus de makkelijkste manier om geen suppleties in te hoeven dienen. Nou, periode is nu afgesloten. En je krijgt nu de knop controleer en verstuur naar de Belastingdienst. Als je daarop klikt, kun je aangeven of het de eerste keer is dat je voor deze periode btw-aangifte doet. Of dat het wellicht, als je om een oudere periode gaat, een suppletie wil indienen. Nou, deze knop ga ik niet inklikken, want ik wil de Belastingdienst niet op tilt hebben. Want dit is natuurlijk een totaal fake bedrijf. Maar zou je op die knop klikken, dan wordt het naar de Belastingdienst gestuurd. En dan zul je ook zien dat deze blauwe stip een groene wordt en dat hierachter komt te staan dat je het hebt ingediend bij de Belastingdienst. En datzelfde vind je ook hierboven terug. Hierboven zie je precies wat er allemaal gebeurd is. Heb je dit gedaan, dan gaat Jort je ook een standaard SEPA QR-code laten zien. En daarmee kan je direct betalen als je bij de ING en de KNAP zit. De andere banken gebruiken helaas een andere QR-code. Dus dan moet je even zelf het geld nog overmaken. Krijg je geld terug van de Belastingdienst? Nou, dan gaan ze dat natuurlijk gewoon automatisch op je rekening overmaken. En dan heb je eigenlijk je btw-aangifte gedaan. Mocht je toch een suppletie moeten indienen, dan doe je dat door de periode weer te heropenen. Dan zie je dat dit weer grijs wordt. Alle boekingen die je eventueel in deze periodes hebt gemaakt, die eigenlijk in het tweede kwartaal horen, worden dan ook echt in het tweede kwartaal verrekend. En op dat moment dat dit helemaal klaar is, kun je weer kiezen voor periode sluiten. En dan kies je natuurlijk voor een suppletie indienen. Dus ook dat kan heel eenvoudig via Jort. Ik heb het heel snel nu allemaal uitgelegd. Vorige week hadden wij een webinar over BTW. Wellicht was je daarbij en komt dit je allemaal bekend voor. Mocht je er niet bij zijn geweest, je kan het webinar altijd nog terugkijken. Het staat op het YouTube-kanaal van Jort. En wanneer je gewoon intypt in je browser als zoekopdracht, Jort webinar BTW, dan vind je hem direct en kun je hem rustig bekijken. Tot zover BTW-aangifte. Ik hoop dat jullie nog wakker zijn en dat nog even doorgaat. Want ik wil je nu iets laten zien wat ook heel interessant is en wat de meeste mensen eigenlijk niet weten. En dat is hoe je in Jort ook heel eenvoudig boekingen kunt wijzigen, mocht je een foutje gemaakt hebben. Dat doe je via de tab hier in het midden, boekingen. Als je daarop klikt,
Dan moeten we even terug in het jaar. Want de boekingen worden hier per jaar neergezet. Je kan hier ook op klikken. En dan kun je aangeven of je bijvoorbeeld de boekingen van een bepaald kwartaal wil zien. Of van een maand. In dit geval kies ik even voor kwartaal. En dan ga ik eventjes naar het vierde kwartaal. Dan kies je filter. En dan zie je eigenlijk in dit pop-up menu'tje waar jij allemaal op geboekt hebt. En wil je nu bijvoorbeeld zien wat je aan reiskosten hebt geboekt, vink je dat aan. En dan zie je hier precies de boekingen die daarvoor zijn. Nou, reiskosten worden met 9% geboekt. Maar stel dat dat 21% had moeten zijn, dan kan ik ze hier allemaal selecteren. En dan kan ik hier kiezen voor wijzig. Selecteer ik 21. En dan zie je dat nu al deze boekingen in één keer verhoogd zijn met de BTW. Nou, dit klopt natuurlijk niet, dus ik ga het weer wijzigen en ik ga het weer keurig op 9 zetten. Maar op deze manier kan je dus heel simpel alle boekingen van een bepaalde categorie bekijken. Twijfel je bijvoorbeeld of je wel de BTW hebt meegenomen in opbrengstenboekingen? Nou, dan kies je filter, kies je diverse omzet, vinken we deze weer even uit. En dan zie je hier gelijk, ja, overal zit keurig de BTW in. Nou, dat geldt bijvoorbeeld ook voor verkoopkosten. Laten we daar nog eens naar kijken. Kijk, dan zie je precies dat al die Facebook-advertenties keurig met BTW verlegd zijn geboekt. Nou, dan weet je, dit heb ik gewoon goed gedaan. Hier hoef ik niets aan te veranderen. Maar op deze manier kan je dus heel direct, heel snel, bepaalde categorieën in je boekhouding heel snel bekijken. Je kan er ook op klikken. Kan je er weer in. Met wijzig boeking en kan je eventueel aanpassen mocht dat nodig zijn. Nou, dan komen we nu eigenlijk bij een masterpiece van Jort en dat is hoe Jort de jaarrekening voor je maakt. Eigenlijk elke boeking die jij maakt of die boekhouder Jort voor jou maakt, wordt op de achtergrond al helemaal verwerkt in de jaarrekening. Dus jij doet één ding. En boekhouder Jort doet nog tot soms wel 34 dingen op de achtergrond. En zet het al helemaal klaar in die jaarrekening. En dat maakt ook dat je in Jort echt met één druk op de knop je jaarrekening kan maken. En die boekhouder dus niet meer nodig hebt. En die jaarrekening wordt gemaakt bij boekhouder Jort. Dus als je hier links op boekhouder Jort klikt. Dan zie je als eerste dat je hier een controle kunt uitvoeren. Voordat je een jaarrekening gaat laten maken. Laten we hier eens op klikken. Dan gaan we even naar 2019. En dan zie je dat in dit geval alles keurig groen is. En dat we dus inderdaad alles gedaan hebben en de jaarrekening kunnen uitprinten. Mochten hier nou dingen bij zijn die nog op oranje staan of op rood, dan kan je hierop klikken. En kan je gelijk die dingen nog uitvoeren die zorgen dat je boekhouding helemaal op orde is. En daarna kies je voor maak een jaarrekening. Je klikt erop. Kiest hiervoor plus jaarrekening. En geeft hier aan maak een jaarrekening. Nou, Jort gaat nu voor jou de jaarrekening maken. En voilà. Daar is hij. Nou, wij maken de zogenaamde samenstellingsverklaring. Wat de boekhouder ook voor je maakt. En hier zitten natuurlijk wel iets meer boekhoudtermen in, omdat je deze meestal ook voor derden maakt. Hier vind je eigenlijk de linkerkant van je balans met al je bezittingen. Hier vind je de rechterkant met je eigen vermogen en je schulden. Nou, Jort houdt ook alle overlopende posten voor je bij. Dus wat staat er nog open aan facturen van je klanten of aan facturen die jij nog moet betalen voor je leveranciers? Alle belastingen, de winst- en verliesrekening, wat heb je uitgegeven aan bepaalde categorieën. Hij kan het ook vergelijken met de voorgaande periode. Je financiële positie laat hij zien. Dan nog wat meer de bedrijfsmiddelen en de afschrijvingen. En als laatste nog een aantal kentallen die iets zeggen over hoe jouw bedrijf presteert. Dus een hele mooie jaarrekening met één druk op de knop.
Mocht je nou ontdekken, hey, ik heb toch nog wat vergeten, geen probleem. Je kan het in Yourt altijd aanpassen. Je maakt een nieuwe jaarrekening en alles is gelijk weer op orde. Wat boekhouder Yourt ook doet, is dat hij, dan krijg ik even naar rapporten. Hij kan nog veel meer rapporten voor je maken. En aan het eind van het jaar zet hij ook automatisch, voert hij eigenlijk de jaarsluiting uit. Dus alle posten die je in een jaar opbouwt, waar het jaartal achter staat, zoals je kosten, je opbrengsten, zet hij in de nacht van 31 december op 1 januari weer op nul. En je kunt dan het nieuwe jaar weer vrij beginnen. Boek je dan nog dingen in een oud jaar, gaat hij dat ook gewoon nog in dat oude jaar verwerken. Dus dat kan je gewoon nog allemaal keurig bijwerken. Nou, wat zitten hier nog voor rapporten bij? We hebben een onbetaalde facturen per klant rapport. Waar je precies kunt zien van welke klanten er nog facturen openstaan. En hoeveel dagen die al openstaan. Je kunt hier ook je KVK jaarrekening maken. Zoals je die voor een BV moet indienen bij de Kamer van Koophandel. We hebben een cashflow rapport. En als je periodieke facturen gebruikt, dan kan je dat hier ook terugvinden. Kortom, Yourt kan heel veel, of boekhouder Yourt moet ik eigenlijk zeggen, maakt heel veel rapporten voor je, waar je gewoon heel veel info over jouw bedrijf uit kan halen. Nou, ik denk dat ik je nu al helemaal de oren van je hoofd gekletst heb. En ik wil eigenlijk de boel een beetje gaan afronden. We gaan weer even terug naar, even dit verplaatsen. Ik denk dat het wel duidelijk is wat wij willen. Ho, die wou ik niet. Deze moet even weg. Ik heb mijn PowerPoint weggegooid. Mijn keypoint, deze. Wat we eigenlijk willen zeggen is, ja, boekhouden is gewoon geen mensenwerk. Boekhouden moet je gewoon door een computer laten doen. Die doet het gewoon altijd zonder fouten en altijd op dezelfde manier. Waardoor je een hele mooie, consequente boekhouding krijgt. Dus laat Yourt gewoon de boekhouding voor je doen. En wanneer Yourt dat voor je doet, houd jij tijd over. Heb je altijd inzicht in je bedrijf. Hij doet het foutloos en snel. En jij bent altijd op tijd voor je btw-aangifte en je belastingaangifte. Dus ik zou zeggen, maak gebruik van Yourt. Gebruik die boekhouder Yourt. En ik hoor je nu wel denken, ja, maar dan moet ik een plusabonnement. Dat kost weer wat meer. Klopt. Kost je €12 meer per maand. Maar als je het andersom bekijkt. Wij zeggen eigenlijk, als je meer dan een kwartier per maand aan je boekhouding besteedt. Dan loont het gewoon al om, om gewoon het Yourt op plus te zetten. En dat gaat jou gewoon heel veel tijd en heel veel tijd schelen. Waardoor jij de dingen kan doen waar jij goed in bent. Als je dat zou willen, je kunt zelf upgraden naar Yourt plus. Door op instellingen te klikken. Dat is rechtsboven in Yourt. En dan ga je naar mijn abonnement. En daar kan je zelf kiezen voor het upgraden. Ik wil het hier even bij laten. Ik ga het webinar zo afsluiten. De chat laten we nog even openstaan. Zodat jullie nog alle vragen die je hebt in die chat kunt stellen. En rest mij nog jullie een hele mooie maandag te wensen. En ik hoop dat ik je heel veel heb geleerd. Tot ziens.